Good afternoon. I'm going to read in Dutch, but an English handout is now being presented everywhere, so you can follow the main points of my lecture. It's about Ismail Kadare. Ismail Kadare was last year in the race voor de Nobelprijs. Hij werd het helaas niet, maar hij is natuurlijk altijd iemand die waard is om te worden genomineerd. Hij werd op 28 januari 1936 geboren in Gjirokastër, en niet zo ver van de Griekse grens. De stad heeft ook een Griekse naam, Gjirokastër of Gjirokastër, en dat betekent dus een zilverburg. Hij maakte op twee manieren kennis met de literatuur. Ten eerste via een bibliotheek van zijn grootvader, die veel werken bevatte in het Osmaans, dus echt de oostelijke kant. Albanië ligt eigenlijk op een vrij snijpunt. Enerzijds de wereld van Grieks en Latijn, Italiaans. En anderzijds de wereld van Turks, Arabisch en Persisch. Dus de drie belangrijke talen van de islam. En dat zie je in die literaire vorming van Kadare ook terug. Dus zijn grootvader had werken in het Osmaans onder andere. En dan was er dus zijn oom, en die had werken uit de westerse literatuur, met onder andere Shakespeare en Cervantes. Dus je ziet daar heel duidelijk die mix van die twee culturen. Hij studeerde van 1953 tot 1958 aan de historische en literaire faculteit van Tirana. En daarna ging hij in het zogenaamde Literatuurinstituut imeni Gorkava, of het Gorky Instituut in Moskou. En daar raakte hij dus gefascineerd door de werken van Gogol, Fadjejev en Majakovski. En wie naar het Gorky Instituut kon, had ook een groot voorrecht, want die kon ook films zien en boeken lezen die voor een gewone Sovjetburger taboe waren. Dus dat was een heel apart iets. Daar ging hij dus zo rond 58 naartoe. Maar helaas verslechterde toen de relatie tussen Albanië en het Oostblok. Veel studenten moesten allemaal terugkeren uit Warschau, uit Praag, uit Budapest en dus ook uit Moskou. En daar heeft hij later een werk over geschreven, namelijk De Schemering der Steppengoden. Kadare was in eerste instantie dichter, maar schreef in 1963 zijn echte grote prozawerk. Dat was de generaal van het Dode Leger, de reconstructie van het ophalen van de gevallenen uit Italië. Een ander werk uit die jaren is De Winter van de Grote Eenzaamheid, dat toch enkele malen is omgewerkt. En waarin ook een portret wordt gegeven van de leider, Enver Hoxha. Enver Hoxha overleed in 1985. Hij was van huis uit een goed opgeleide man, die van 1930 tot 1934 in Frankrijk heeft gestudeerd, diverse richtingen in Montpellier en in Parijs. Hij kwam eveneens uit Gjirokastër, hij is natuurlijk veel eerder geboren, in 1908. En ze schijnen elkaar maar eenmaal in hun leven te hebben ontmoet. In 1971 was er een onderhoud tussen die twee. Hoxha had een opvolger. Dat was iemand getipt als zijn opvolger. Dat was Mehmet Şahu. Maar die was op 18 december 1981 op een merkwaardige manier, op opgehelderde manier, om het leven gekomen. En nadat Hoxha zelf in 1985 stierf, werd opgeveld door Ramiz Alia. Omdat toen nog steeds repressie was, is Kadare naar Parijs vertrokken, waar hij dus met zijn gezin ging wonen. Tegenwoordig woont hij eigenlijk afwisselend in Tirana en Parijs. Kadare produceerde tijdens het regime van Hoxha veel werken, waarbij het zich verdiende van historische thema's, oude verhalen, tradities, om daarmee commentaar te leveren op de situatie in zijn eigen land. Dat is hem wel eens verweten, van ja, je houdt je eigenlijk te veel gedijst, je doet het veel te indirect. Maar Kadare zei, ik ben nooit van plan om de held te gaan spelen, want dan sta je zo op een rivier, kiezelige rivier over voor het vuurpeloton. Na het begin van de jaren 90 ging hij steeds directer weer schrijven over de communistische situatie in Albanië. Dan hoe hij is in het Westen terechtgekomen, bekend geraakt. Het grootste deel van zijn werk wordt uitgegeven bij Artem Fayard in Parijs. In zowel het Albanees als het Nederlands. Het zijn van die grote, dikke blauwe delen met Vepra op de ene en Oeuvre op de andere versie. Wat natuurlijk ook hetzelfde Latijnse woord ongetwijfeld achter zit.
En de werken van Cadaret werden allemaal vertaald door Yusuf Vrioni, ook een dichter met een Albanese achtergrond. Eigenlijk was Yusuf Vrioni voor hem het venster op de wereld en op de internationale bekendheid. En veel Albanese werken van Cadaret zijn er via de vertaling van Yusuf Vrioni vertaald. Dat is ook in het Nederlands zo gebeurd met een aantal belangrijke werken. En dat gebeurde ook in het Engels, dat je David Bellos, die over de Engels of Cadaret zegt van ja, het ging altijd via de vertaling van Yusuf Vrioni. Vrioni is op een gegeven moment overleden en toen werd er een wedstrijd gehouden voor wie hem als vertaler van Cadaret mocht opvolgen. En dat was iemand die eigenlijk violist was van zijn beroep, maar was ook een goede vertaler blijkbaar. En dat was Teddy Papavrami. Dus sindsdien is hij de vaste vertaler van Cadaret van Albanese naar Frans bij Fayard. De generaal van het dode leger was een van de eerste romans, die in Frankrijk verscheen. Het was ook de eerste roman die in Nederland verscheen. En zelf maakte ik voor het eerst kennis met de werken van Cadaret via de regentrommen. Dat is een relaas vanuit Turks perspectief op de elk jaar herhaalde poging om de niet met name genoemde vestingstad Kruja in te nemen. En als de regentijd begint, klinkt de dawoel ook dus de trom met de ene kant de stok, aan de andere kant het rietje. Wat ook diende om de boodschap van er gaat iets meegedeeld worden. En dan was het tijd om terug te trekken. Het boek verscheen in Nederland in 1972. Dan heb je nog De Brug met de Drie Bogen, dat is ook een heel befaamd werk. Het gaat over de bouw van een brug waarvoor een mensenoffer nodig is. En het is een thema wat je veel op de Balkan tegenkomt. Je hebt ook in De Brug over de Drina, daar komt het ook in voor. De Stari Mostar schijnt ook een dergelijke stichtingslegende te hebben. Je hebt in Roemenië, en ik kreeg nog van vroeger van een topicplaat, dat er een liedje was in Bulgarije, dat heet de Troïtse Bratje, Grats Gradeka. En dat gaat ook over een burg die wordt gebouwd, die s'nachts elke keer instort, want er moet eerst iemand geofferd worden. Dan is de Chroniek van de Stenen Stad, een beschrijving van de Girocaster door de eeuw heen, gezien door de ogen van een tienjarige jongen, die we Cadaret zouden kunnen herkennen. En dan is er nog een andere chroniek, en dat heet Het Geslacht der Hanconis, Bresnit de Hanconato, waarin 200 jaar geschiedenis van Girocaster wordt beschreven, over wat de stad niet bij name genoemd, maar het is het wereldbeeld binnen het Ottomaanse Rijk zonder de huidige staatsgrenzen. De onderwerpen van de onderwerpen van de 18e, 19e en vroege 20e eeuw. De Franse Revolutie en de onthoofding van ergens een sultan in Frankrijk, we weten niet wie, ergens ver weg, en dan de tijd van krijgsheer Ali Pasha, dan wel die. Dan de periode van het Tanzimat, het zoeken naar een alfabet voor de Albanese taal, wat ook altijd een groot probleem is geweest, want er zijn zoveel versies van die alfabetten geweest. En dan natuurlijk de rol van de Griekse kerkelijke bestuurders die dat probeerden te saboteren. Wie Cadaret's werk in het origineel leest, maakt kennis met een vrij zakelijke en conventionele manier van schrijven. Je hebt ook altijd het idee dat hij met een soort building blocks, Tha-AI, Perjit-AI. Of je op dat Gorky Instituut heeft van kak na de pisat roman. Dus hoe moet je roman schrijven? Dus hij werkt volgens een bepaald stramien. Maar hij is tegelijkertijd in staat om in één zin een enorme berg informatie samen te ballen. Wat tot constructie van zo'n een halve bladzijde kan leiden. En in deze zogenaamd conventionele schrijfstijl heeft hij toch een hele eigen wereld, waarbij zich een heel bijzonder verhaal afspeelt. Actuele, historische, mythologische en uit de folklore stammende onderwerpen, het spel met de ruimte en de tijd, het landschap en de stadsbeelden, en het wordt allemaal aan het werk aangepast. Vaak is er een beschrijving van een historisch gegeven, maar is het tegelijkertijd een beschrijving van iets voor het geld voor het hier en het nu. Een kort verhaal, wat het een beetje illustreert, is een verhaal dat heet Bedriegelijke Dromen. Daarin worden de verhoudingen in de Griekse godenwereld op een allegorische manier vergeleken met die binnen de Albanese partijtop. Er wordt bijvoorbeeld Zeus, er wordt Cheffy, dus de baas. Op de Olympus kon de hele nacht het licht blijven branden en de rijtuigen wachten op de goden, zoals de zwarte limousines voor de hoge partijfunctionaris voor het partijgebouw staan. Wat ook heel belangrijk is in het werk van Cadaret, is het element van detective work, van fictief wetenschappelijk onderzoek. Er worden hypotheses en theorieën naar voren gebracht, bekeken, getoetst en eventueel weer verworpen. Daar is hij heel goed in.
En als lezer blijf je dan vaak nog tot het einde van het onzeker hoe nou werkelijk de vork in de steel zat. Daar komen straks een paar voorbeelden van. Wat ook een heel leuk procedees mee kan hè, dat zijn de buffoons. Dat zijn dus eigenlijk soort bijfiguren, clowneske figuren, zoals overijverige spionnen of doodsbange ministers en ambitieuze politiechefs. En die komen dan steeds als een soort secundaire verhaallijn, komen die weer naar voren. En dan heb je over amoureuze verhoudingen en relaties die op vriendschap of juist op terreur zijn gebaseerd. En wat ook nog een hele aparte trek is van Cadaret, dat hij als schrijvende zijn lezers informeert. Hij gaat ervan uit van ja, er is zo'n heleboel geschiedenisonderwijs nodig. Dus dan probeert hij in de gesprekken tussen zijn personage bijvoorbeeld over de dubbele godsdienst, waar net ook even sprake van was, zijn lezers in te lichten. Of verschillende geloven zelfs binnen één gezin, wat ook kon gebeuren. Dus de ene is islamitisch en de boer was bijvoorbeeld christelijk. Of de betrekkingen tussen Giro Caster en de omgeving. En er worden allemaal op een heel ingebed in het verhaal wordt het gebracht. Dus er zit ook altijd een stuk leraarschap in. De landschappen van Cadaret en de stadsbeelden van Cadaret zijn altijd atypisch, gek genoeg. Dus als er iets dan in de zogeheten curiositeit, oftewel in de hoofdstad speelt, en dan moet je dan eens opmaken dat Istanbul, zoals Constantinië, zoals de Turks heten, dan zie je een straatbeeld van net zo goed Londen of Amsterdam of Brussel van die tijd zou kunnen zijn, want het is dan voor hem niet belangrijk. Voor hem is belangrijk hoe het verhaal loopt. Als je daarentegen het landschap wel nodig heeft, dan is hij in staat dat perfect weer te geven. Dat is ook het geval bijvoorbeeld met de taal van zijn personages, die is vaak vrij uniform. Maar er is bijvoorbeeld een boek dat heet Het Donkere Jaar, dat is toevallig eigenlijk bijna ruim 100 jaar geleden. Dat gaat over het eind van de Eerste Balkanoorlog en dan heb je nog een strijd tussen diverse groeperingen in Albanië. En dan, onder andere de Assadisten van Assad Pasha. En die zijn pro-islamitisch en pro-Turks en die spreken ook over per peygamber, dus bij de profeet. Nou, hij trekt plots een hoop woorden uit de kast die je anders nooit even zou tegenkomen. En dat geeft een geweldig kleurrijk karakter aan zijn verhalen. En het is alleen absoluut niet te vertalen. Hoogstens misschien het Servo-Kroatisch, want die laat iemand heel duidelijk nadrukkelijk Bosnisch spreken. Maar voor Nederlands is dat dus niet weer te geven. Wat ook typerend is voor Cadaret, als je het niet nodig vindt, zou je de plaatsen en personen niet bij naam noemen. Dus bijvoorbeeld het stadje N, het stadje P, meneer THD of de, een kunstschilder die ooit een naar verleden had, maar die toch onder de bescherming van de overheid leeft, waarbij hij misschien verwijst naar zichzelf vanwege die grote winter. En dan het weer bij Cadaret, altijd koud, winderachtig en regenachtig. Als een Nederlandse najaarsdag. Dus je kan heel vaak vinden, je dit fungetori. En een dag aan het einde van december heeft ook altijd die vreugdeloze, afschuwelijke tijd van het jaar. Ik heb hier een citaat uit het boek Het Monster. Het was een koude winterdag. De troosteloze decemberhemel bestond, vooral als je recht naar boven keek, uit een dicht, egaal, roerloze wolkendek. Aan de horizon leken de wolken hier en daar wat interessantere vormen aan te nemen, maar dat duurde niet lang. Of ook die werden de grauwe, roerloze eenvormigheid opgeslokt, waarna de hemel zich opnieuw over de stad welfde in een grijze verlatenheid die eeuwen geleden leek te zijn geschapen. Nou, dat zijn dus typisch zo'n cadaretfragment is dat. Maar daarentegen is het een heldere en frisse dag als in de dochter van Agamemnon, een ander boek, als er in meeparade wordt gehouden. En dat is dan in bewust contrast met de sombere stemming van de hoofdpersoon die net om politieke redenen door zijn geliefde aan de kant werd gezet. Ook het landschap kan hij, als hij wil, goed kleuren. En een treffende voorbeelden daarvan vinden we in dossier H. Dat is de H van Homerus. Je hebt ook een dossier K van Kanoen. Maar deze is van de H van Homerus. En daarin wordt de sfeer van het Noord-Albanese berglandschap beschreven. En ook de kostuums, de broeken en alles. En dat kan je echt zodanig doen. Dat kende ik nog maar nauwelijks Albanese lezen. Ik kreeg het boek ter lezing. En ik heb het in 2 dagen uitgelezen. Ondanks alle moeite. Maar dat was zo geweldig goed geschreven. Zo goed van sfeer. Omdat hij dat dan dus toch uit de kast kan trekken als hij wil. En dan is het natuurlijk nog een heel belangrijk thema bij Cadaret, en dat kun je ook echt niet anders verwachten in een dergelijk politiek systeem. Ambitie, angst, paranoia, jaloezie, frustratie, rancune en wraak.
En dan de huiveringwekkende dynamiek van het staatsapparaat en de ontastbare positie van de leider met een hoofdletter, en daar tegenover de enkeling die daar aan is overgeleverd als aan de elementen. Ik heb hier een citaat, dat komt uit het verblindingsdecreet, in het algemeen is Cior Fermani. En dat komt uit een bundel op de feestcommissie. Het speelt in het Ottomaanse Rijk in de dagen dat de Köprülü-clan, ook ergens nog als Oera, de brug, opduikt. Maar die hadden daar dus macht en aanzien. Dat was de Albanese clan die ook grootviziers leverde. En dan wordt er een campagne gevoerd tegen mensen met het blote oog. En wie daarvan wordt verdacht, zal blind worden gemaakt. En ik heb hier een citaat. Er hing iets in de lucht, wat men maar al te goed kende, maar dat sinds enige tijd wat op de achtergrond was geraakt, dubbele punt, angst. Het was een bijzondere soort angst, anders dan wat je voelde bij de dreiging van ziekten, zeerovers, spookbeelden of zelfs de dood. Het was de angst voor de overheid, voor het Rijk. Die angst, ijzig koud, zonder vorm of afmeten, van een oneindige leegte waar alom tegenwoordig keer met de dag, ja, zelfs met het uur steeds meer mensen, uiteindelijk waren het er wel honderdduizenden in de greep. Zo was het ook 6 jaar geleden gegaan, toen er een campagne begon tegen een verboden secten die overal weer de kop opstaken. Of zo 15 jaar geleden, toen er in het leger een complot was ontmaskerd. Iets wat aanvankelijk alleen consequenties leek te hebben voor een kleine bovenlaag in het ambtelijk apparaat, maar waarvan de rampzalige gevolgen uiteindelijk in duizenden gezinnen voelbaar waren. De mensen, van nature geneigd om al hun collectieve rampspoed uit hun herinnering te bannen, waren de bijzondere sfeer vergeten die er hing als een decreet was uitgevaardigd of een campagne op handen was. De diepe, apathische stilte in de dagen tussen de bekendmaking van het gevreesde decreet en het moment waarop de eerste slachtoffer viel en de hoop vervloog dat het allemaal niet waar was, dat alles binnenkort weer zou worden zoals het was en dat het zou lijken alsof het alleen maar een boze droom was geweest. En dan werd de angst juist des te scherper voelbaar. Dit verhaal doet dus erg denken aan de campagnes die in de communistische tijd, niet alleen in Albanië, maar ook in andere landen werden gevoerd. Albanees heeft daar het woord fouchard voor, dus voor die campagne. Er komt dan tussen de mensen een dynamiek op zand, waardoor ze bereid zijn elkaar op te offeren uit levensbehoud of om rehabilitatie of carrière mogelijkheden. Men probeert te rechtvaardigen van, het zou wel juist zijn, het zou wel juist een beslissing zijn. We aanbieden u, sultan of leider. Wij melden ons graag. Uw naam zij groot. En natuurlijk ook, waar rook is er ook vuur? Of geen koezelbond, of er zit er wel een vlekje aan. Of eigen schuld, dikke bult. Om de zaak hanteerbaar en voorspelbaar te houden. Totdat, volkomen onverwacht, het moment komt dat iemand onverwacht voor de bijl gaat. Een heel belangrijk element, ik heb het net even genoemd bij Cadere, is speculaties en crime en suspense. Ik heb hier is een boek, dat heet Wie bracht Durruntina, Cusa Sol Durruntin. En daarin staat centraal de macht van het gegevene woord, de beste. Waardoor een reeds gestorven broer in tijd van nood zijn zuster uit een ver land moet ophalen. Ik kom het motief ook nog tegen in Griekenland. Dan heb je Tou Nekrou Adelphou met Areti en Constantinos. En daar moet dus Constantinos zijn zus Areti uit Babylon terughalen. Het is eigenlijk helemaal hetzelfde gegeven. Het is blijkbaar een transnationaal gegeven. Er wordt onderzoek gedaan naar de ware toedracht. Want plotseling wordt ze dus inderdaad door een Tina thuisgebracht. En ze ligt in een soort coma samen met haar moeder op bed. En dan moet nu worden nagegaan wat er precies gebeurd is. En we blijven natuurlijk tot het laatste moment in het onzekere. En er worden en passant, en dat is weer Cadaret als leraar, een aantal vraagstukken besproken. Bijvoorbeeld, moet je de mensen in een vreemde uit huwelijk of in je eigen land? Dus exogamie versus endogamie. Sommige mensen denken dat daardoor karakter van het Albanese volk verloren gegaan, maar in de kanoen staat dat je ook moet oppassen voor inteelt. De volgende, er is een roman die heet Het Monster. Het Monster is vrij kort, dat is in 1965 voor het eerst verschenen, in het tijdschrift Nuntori, september.
maar het viel bij de autoriteiten niet goed in de smaak. En dus na enkele aanvallen door schrijvers mocht het niet als zelfstandig boek verschijnen. Ook met correcties niet, en het kwam pas in 1990 uit. En het monster, dat is het naderende isolement van Albanië. Het speelt dus in de jaren 60, als inderdaad al die studenten moeten terugkomen uit die oostbloklanden. En de student Gent heet die. Dus niet te ver met Gent natuurlijk in België. Het naderende isolement van Albanië wordt als bedreiging en gesymboliseerd door de verschijning van een vreemd voorwerp aan de rand van de stad. Sommige mensen zien er een oude afgedankte vrachtwagen in, maar anderen zien erin het houten paard van Troje. En dat is dan het zinnenbeeld van list en terreur, dat aan het eisen van elke tijd kan worden aangepast. Het verhaal was dan ook door Cadaret opgezet als een soort spel met ruimte en tijd, want het speelt als het ware in de Griekse oudheid, het speelt ook nu. En ook de inzittenden van het paard, de militairen die erin zitten, die bedienen zich over alle soorten wapens van lansen in het Albanees heste, het Latijnse woord hasta in zult herkennen, tot de geweren en modern tuig. En die lijnen van die verhalen kruisen elkaar aan het eind. Want het blijkt dus dat het paard er inderdaad is en dat er mensen uit kunnen komen die dus ook dood en verderf kunnen zijn. Wat ook weer eens belangrijk is, is het element van de speculatie. Want Gent, dus die student, begint te filosoferen over dat houten paard. En het citaat is, net als iemand die onverwacht van een muur valt die je net nog met zoveel moeite had beklommen, had Gent ineens het idee dat al zijn inspanningen voor niets waren geweest en dat hij niets meer had gedaan dan een open deur intrappen. Dat het houten paard stond voor een manier om invloed uit te oefenen, voor een infame manier om ergens binnen te dringen. Daarover waren alle geleerden op de wereld het wel eens. En zij niet alleen. Om dat te zien, hoeft hij tegenwoordig maar een krant open te slaan, dikwijls voor zijn kop boven een artikel al voldoende. Wat ben ik toch een stommeling, zei hij tegen zichzelf. Toch behield iets hem ervan totaal te wanhopen. Misschien was het toch niet helemaal een open deur, troostte hij zichzelf. Zeker wanneer je niet op zoek ging naar de symbolische betekenis van die oude legende, maar naar het proces dat aan het ontstaan van dat symbool ten grondslag had gelegen. Daarin lag namelijk het werkelijke mysterie verborgen. Nog zo'n boek waarin veel mysterie voorkomt is De Adelaar, een heel klein dun boekje. Daar maakte ik mijn vertalersdebuut mee trouwens in de jaren 96. En dat gaat over een zekere Max, die op een soort mythologische manier in de onderwereld valt. Hij loopt op over een kuil, je weet wel, werk in uitvoering, travaux, dus op plank, dan word je plots een couides, hoe is het over de couides, of zo, opgelet. En dan valt hij in een kuil en dan verdwijnt hij, ergens komt hij in een heel andere wereld terecht, in een dorp, een naamloos dorp natuurlijk, weer op zijn cadaret. Maar daar moet hij dan proberen zijn draai te vinden. Het is natuurlijk het symbool voor de ballingsoorde waar veel mensen terecht kwamen. Er is dan ook een bar en die heet Lyria, de vrijheid. Hoezeer hij daar ook zijn draai vindt, hij komt er zelfs een geliefde tegen, genaamd Anna. Maar hij probeert toch te ontsnappen, omdat op de rug van de adelaar die in de schamele dierentuin is, en in een soort deliriumachtige toestand maakt hij zijn vlucht. Hij raakt onderweg in conflict en gevecht met de vogel die steeds meer vlees van hem eist, want dat is namelijk, hij moet de adelaar voeren. En uiteindelijk moet hij zijn stukken van zichzelf gaan voeren en afsnijden, zodat er niets overblijft dan een soort skelet. Het blijkt allemaal een laatste koortsdroom, want de volgende morgen worden Max en de adelaar dood in het roofvogelverblijf aangetroffen met de bloederige gevechten van bloedige sporen van een worsteling. Dan zie je datzelfde motief opduiken als een soort zijmotiefje in een roman die heet De dochter van Agamemnon. Er is een onsympathieke en ambitieuze theaterman met de initiale RZ. En die komt na de arrestatie van een neef ineens ten val. Hij moet iets doen, maar niemand weet wat, om weer bij de partij in de gratie te komen. Zijn lot roept herinneringen op aan de mythische figuur Cheros, die in de onderwereld stort en na een tocht door een onderaards ravijn op de rug van een adelaar, zij het als een van alle vlees ontdaan skelet, weer op de bovenwereld komt. Dat is blijkbaar wat er na confrontatie met het staatsapparaat van een enkeling overblijft.
De titel van de dochter van Agamemnon verwijst naar een gelijkenis met Iphigenia, die door haar vader Agamemnon wordt geofferd, dreigt te worden geofferd aan de vooravond van de tocht naar Troje om de goden gunstig te stemmen en de wind te laten draaien. Het is een heel apart boek met een simpele verhaallijn, namelijk de tocht van de verteller op een helder, frisse dag, vol muziek en met wapperende vlaggetjes naar de eretribune van de 1 mei-parade en weer terug. Maar al lopende komt hij de standloze figuren tegen, met allemaal hun eigen verhaal. Ik heb het ook wel eens verleden hier in Frankrijk, als je in zo'n Franse bank gaat, heb je een pain en forme d'épis. Dus als een soort zo'n koraar, die stokpootjes bestaan. Zo is dit verhaal ook een beetje geschreven, dus een lijn en steeds komt een ander verhaal uit, wat een heel lang wordt doorgezet. Wat echt indrukwekkend is, is het verhaal over de campagnes tegen liberalistische stromingen in de kunst, in de economie of in het leger. Een kleine aanleiding zoals de jurk van de tv-presentatrice of een handjevol mineralen of een ongelukkige tankmanoeuvre blijkt het beginpunt van een stap voor stap opgevoerde en niets ontziende zuiveringscampagne waarbij mensen worden verbannen en het ene voorrecht naar het andere verliezen. Of erger nog, uiteindelijk in de Gromeinen belanden en daardoor een onbekende criminele hand in de diepte van een onderaardse ravijn worden gestoten. Ja, en het boek eindigt dat er nog een laatste campagne dreigt, namelijk die tegen liefde en genegenheid. Dus een totale verduistering die dan intreedt. Een boek wat daarop aansluit is De Opvolger, dat is die Mehmet Şehu, is daar als voorbeeld gebruikt. De man komt dus om door een schot. Niemand weet hoe, niemand weet of dat schot ooit gelost is, door wie. En de vrouw, de zoon en de dochter van de opvolger blijven nog in het huis achter, voordat ze uiteindelijk naar Lezer worden gedeporteerd. De sterfkamer wordt verzegeld voor forensisch onderzoek, waar eerst weer niet, dan weer wel, dan weer niet, en dan weer toch weer wel door wordt besloten. En er komt een stroom van herinneringen op gang, zoals bijvoorbeeld de renovatie van het huis van de opvolger. Het was nog mooier dan van de leider. En de housewarming party en de engagement party van Susanna natuurlijk, waarbij de leider het huis bezoekt en er plotseling een kille stilte neerdaalt. Waardoor zou dat komen? Zou dat misschien door die dimschakelaar komen? Dat was echt de dernier cri misschien in deze tijd in de Elektra, waar dan de leider een beetje zoetzuur mee speelt. Of is het misschien de schoonheid van het huis? En intussen weet natuurlijk de opvolger welke trucs de leider in huis heeft. Bijvoorbeeld om een vergadering waarop hij zelf kritiek zou kunnen uiten, zo lang te rekken dat die vergadering wordt vandaag naar de volgende dag. En degenen die dat overvormen hebben dan inmiddels in die nacht zelfmoord gepleegd. Dan een laatste, in één laatste citaat uit een ander verhaal. Dat is namelijk uit het verhaal over Louis de Mazarek. Louis de Mazarek is in Nederlands genoemd Florian Mazarek, omdat Louis erg lijkt op een mannelijke geslachtsdeel. En Louis betekent dat ook bloem, dus hebben ze er Florian van gemaakt. En daar zit op een gegeven moment de eerste minister te wachten, tot hij wordt binnengelaten bij de grote leider. Dit is één alineaatje uit voorlezen tot besluit. Onder het wachten probeerde de minister zich op zijn aantekeningen te concentreren en hij pakte zelfs een rood potlood. Terwijl hij de woorden, zoals in Kepelena, onderstreepte, voelde hij ineens weer als een steek het vermoeden opkomen dat het zijn dubbelganger was die binnen op hem zat te wachten. Deze keer schold hij zichzelf niet uit, maar hij staarde als verward naar papier, terwijl hij zijn maag voelde samenkrimpen. Want zijn voorganger was op de dag dat hij ten val kwam eveneens door de dubbelganger ontvangen. Alleen God wist welke krankzinnige gesprekken daarbinnen werden gevoerd. Misschien had de dubbelganger hem uitgelachen en is tegen hem gezegd in de trant van: hoe durf jij te denken dat hij zich persoonlijk zou bemoeien met iemand als jij, die toch al ten dode is opgeschreven? Of dacht je misschien dat je nog de kans zou krijgen hem naar de keel te vliegen tijdens deze laatste ontmoeting, als in een nauwe gedreven wolf? Nou, hierbij laat ik het.